bij weer een nieuwe editie van de Zoveelste Quiz. Deze quiz staat geheel in het kader van kinderseries van vroeger. Wil je een enkele quiz meer missen, druk dan snel op de abonneerknop hier beneden. En dan gaan we nu door naar de uitleg. Er komen deze quiz 20 vragen over kinderseries en programma's uit de oude doos voorbij. Noteer je antwoorden met pen en papier, probeer zoveel mogelijk goed te hebben en deel je score in de reacties. Of speel deze quiz met vrienden, pak dan ieder een eigen blaadje en neem het tegen elkaar op. Antwoorden op zoek is natuurlijk niet leuk en ook helemaal niet eerlijk. Heel erg veel succes. En dan gaan we door naar vraag 1. Welke personages uit series zie je hier? En dan zoek ik de voor- en de achternamen waar mogelijk. En 0,25 punt per goed antwoord. Dat betekent dus, als je alle vier de namen weet, heb je 1 punt. En dan vraag nummer 2. Van welke serie hoor je hier de intro van de intro? En laat je niet afleiden door het filmpje wat je ziet, want dit heeft er echt helemaal niks mee te maken. En dan vraag nummer 3. En van welk programma is deze screenshot gemaakt? En dan vraag nummer 4. Welke zin komt er wanneer de video wordt stopgezet? Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een droom? Wou dat ik een ijsje had. IJs met. Lusten jullie dat? Ah, nou, nou. Stop het al, daar smul je van. Lus je wel bloemkool dan? En met een papje. Met een papje, dat is toch lekker? Nou, luister even wat ik roep. En dan vraag 5. In welk jaar kwam de eerste Club van Sinterklaas op tv?
En dan vraag 6. Hoe heette deze helikopter? En dan vraag nummer 7. Waar of niet waar? Ash Ketchum wordt ingesproken door een vrouw. En dan vraag nummer 8. Van welke serie is deze intro? Nou de Nederlandse of de Engelse titel weet, maakt allebei niet uit. Het wordt allebei goed gerekend. En dan gaan we nu door naar vraag nummer 9. Wie sprak de stem in van Beugelbekkie? En dan vraag nummer 10. Wat zijn de namen van deze 4 personages? En dan zoek ik weer de voor- en de achternamen waar mogelijk. En weer 0,25 punt per goed antwoord. Dus als je alle vier de namen weet, dan heb je een heel punt. En dan vraag nummer 11. Op welke zender kwamen deze series? Spring, Wacht eens even en Tik Tak.
Dan vraag nummer 12. Zoek ik weer een intro van een serie. En dan gaan we nu meteen door naar vraag 13. Wat zijn de namen van deze presentatoren? Zoek weer de voor- en de achternamen en je krijgt 0,33 punt per goed antwoord. En als je alle drie de namen weet, heb je natuurlijk een heel punt in plaats van 0,99. Dan vraag 14. Hoe heet de acteur achter de Pipo de Clown die je hieronder ziet? En dan vraag nummer 15. Van welke serie is deze intro? En dan gaan we nu weer meteen door naar vraag 16. Wie sprak de stem in van Dolph in Alfred Jodocus Kwak? Dan vraag nummer 17. Niels Holgersson stond van 1991 tot 2015 op de achterkant van biljetten uit welk land?
Dan vraag nummer 18. Maak de tekst af wanneer de video wordt stopgezet. Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Naar Fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant? Ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer de uil? Want dieren zijn precies als mensen. En dan vraag 19. Wat zijn Bert en Ernie van elkaar volgens het bedrijf dat Sesamstraat maakte? Zijn het A. broers, B. vrienden, C. neven of D. is het een liefdeskoppel? En dan zijn we alweer aangekomen bij de allerlaatste vraag, vraag 20. Van welke serie was deze intro? Let weer niet op het filmpje, dat is pure afleiding. Komt-ie! En dan zijn we aangekomen alweer bij de antwoorden. Heb ik als tip, streep of markeer de antwoorden die fout zijn op je blaadje door. Speel je tegen je vrienden, geef je blaadje dan door aan de ander en controleer daardoor elkaar. Dit is natuurlijk heel erg goed tegen vals spelen. Heel veel succes. Vraag nummer 1. Welke personages uit series zie je hier? Dan gaan we van links naar rechts. Dat zijn Darkwing Duck, Carbonkel, DD of Didi en Tante Til. Dan vraag nummer 2. Van welke serie hoor je hier de intro van de intro? Daar komt Zwiebertje. Dat was dus Zwiebertje. Dan vraag nummer 3. Van welk programma is deze screenshot gemaakt? En dat moest zijn Telekids. Dan vraag nummer 4. Welke zin komt er wanneer de video wordt stopgezet? Luister even wat ik roep. Lus je ook een broodje poep? Dat was dus lust je ook een broodje poep. Dan vraag 5. In welk jaar kwam de eerste Club van Sinterklaas op tv? En het antwoord daarop moest zijn 1999. Dan vraag nummer 6. Hoe heette deze helikopter? En dat was Budgie. Budgie de helikopter. Dan vraag 7. Waar of niet waar? Ash Ketchum wordt ingesproken door een vrouw. En dit is helemaal waar. Krista Lips sprak zijn stem in. In Nederland dan, hè? En dan vraag 8. Van welke serie was deze intro? Dat was Goosebumps in het Engels en Kippenvel in het Nederlands. Dus welk antwoord je ook hebt, Engels of Nederlandstalig, het maakt allemaal niet uit. Allebei goed. Dan vraag 9. Wie sprak de stem in van Beugelbecky? En dat is Angela Schijf. Dan vraag nummer 10. Wat zijn de namen van deze vier personages? Ik zocht weer de voor- en de achternamen. En 0,25 punt per goed antwoord.
Van links naar rechts Lizzie McGuire, dan Arnold, dan Mojo Jojo en Courage. Dan vraag nummer 11. Op welke zender kwamen de series Spring, Wacht in 7 en TikTok? Of ja, TikTok, TikTok. Dat is natuurlijk Catnet. Dan vraag 12. Ik zoek weer een intro van een serie. Dat was dus De Zeven Sprong. Dan vraag nummer 13. Wat zijn de namen van deze presentatoren? Weer de voor- en de achternamen. En 0,33 punt per goed antwoord. Alle drie goed is een heel punt. Van links naar rechts Irene Moors, Jochem van Gelder en Diewertje Blok. Dan vraag 14. Hoe heet de acteur achter de Pipo de Clown die je hier ziet? Dat is Cor Wietje. Dan vraag 15. Van welke serie was deze intro? Dat was Dag Sinterklaas. En dan vraag 16. Wie sprak de stem in van Dolf in Alfred Jodocus Kwak? Dit was Johnny Krijkamp junior. Dan vraag 17. Niels Hogerson stond van 1991 tot 2015 op de achterkant van biljetten uit welk land? En dat land moest zijn Zweden. Dan vraag 18. Maak de tekst af wanneer de video wordt stopgezet. Vampieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. Dat was dus met dezelfde mensen wensen. Dan vraag 19. Wat zijn Bert en Ernie van elkaar volgens het bedrijf dat Sesamstraat maakte? Dat is B. Vrienden. De schrijver van Bert en Ernie vindt dat ze liefdeskoppel zijn, maar het bedrijf achter Sesamstraat blijft daarbij dat ze goede vrienden zijn. En dan de laatste vraag, vraag 20. Van welke serie was deze intro? En dat moest zijn Zai. Dames en heren, jongens en meisjes, heel erg bedankt voor het meespelen. Vergeet niet even op dat duimpje omhoog te klikken, in de reacties je score achter te laten en te abonneren voor meer quizzen. En zie ik jullie graag een volgende keer. Bye bye!